Dit is Rondje Regio met deze week. Calvijn op de trekker in Helden. Kapotte spullen repareren in Gratum. Emoties bij het jukebox treffen in Reuver. Maar eerst naar de schietbomen voor het OLS in Meijel. De schietbomen voor het OLS in Meijel zijn zaterdagochtend geplaatst op het terrein aan de Helderse dijk. Een grote klus die in recordtijd werd geklaard. Het was wel vroeg opstaan, was het wel. Om 6 uur zijn wij begonnen met het materiaal hier naartoe brengen. En om 6:45 stond de eerste boom al heel rechtop. Schietverenigingen uit Belgisch Limburg hielpen een handje. Iets voor 11:30 waren de laatste bomen van de in totaal 41 geplaatst. Op 40 bomen wordt tijdens het OLS geschoten. Er is 1 reserveboom. Elke boom is zo'n 16 meter hoog. Het ging hartstikke goed. Ik stond er eigenlijk van te kijken hoe snel dat het in principe allemaal ging. En lekker rustig, al die mensen die hier waren, goed geregeld vond ik het zaakje. Als ik er zat, er ook wel een beetje bij in, maar goed geregeld, alle mensen rustig. Het ging gesmeerd. Het ging echt gesmeerd. Het ging lekker. Zaterdag aan het einde van de middag werden de bomen ingezegend door kapelaan Roger Manen. Leden van schutterij Sint-Middenbordes waren daar ook bij aanwezig. En maken wij het hier in Meijel tot een eerbetoon voor de koning en zijn troon, maar bovenal voor de schutterspatrone en hier voor Sint-Willibrordus, onze schutspatroon. Blaas het koper, roer de trom, vier het feest steeds weer om, herdenk de broeders die overleden zijn van weleer. Schutter zijn, dat is dit en nog veel meer. Nu de bomen er staan, krijgt het terrein voor het OLS steeds meer vorm. Nog minder dan 2 maanden, dan is het zover. Dat is ook voor de rest van de gemeente. Nu staan de bomen daar. Iedereen die op die grote weg rijdt, die ziet nu staan de bomen. Het gaat rond in het dorp en dat is gewoon prachtig. En dan begint dat overal te leven. Dat begint te bobbelen, het weer is goed. Maar wil ik dat nog meer? Ja. Ik vind het hartstikke prachtig. Nou is het zichtbaar. Nou is het druk, zeg maar, van of het allemaal goed loopt. Dat is weg en dan kunnen we de afwerking nog doen. En dat moet ook nog allemaal gebeuren. Die moet allemaal gerecht worden en kijken of alles nog ook optimaal is. Maar zo te zien staan ze allemaal vrij goed. Alles is mooi, alles wat erbij hoort. Maar uiteindelijk is het schietverhaal. Tenminste, ik ben ook fanatiek van schieter. Als die bomen staan, de bomen en een oplegpaal, dat is het verhaal. Dat is het verhaal. En dan komt daar de feestdag nog en een potje bier en een broodje dingen erbij. Dat is gewoon heel leuk. En die sfeer, dat is helemaal goed. Zenuwen we niet, maar kriebelen mag, hè. Dat is met schieten ook, hè. Precies. Ja. En die zenuwen opbouwt, dat gaat nooit goed. Ik zeg het nooit zo goed, nooit zo goed, nooit zo goed en nog. Hey! Wat doe je met een kapotte broodrooster, een citruspers of een kapotte cd-speler? Weggooien, want een nieuwe is vaak goedkoper dan laten repareren. Dat is zonde. Niet alleen van het geld, maar het is ook nog eens beter voor het milieu. Daarom komt een groepje handige vrijwilligers 2 maal per maand bijeen in het repaircafé in Gratum om kapotte spullen van buurtbewoners te repareren. Je kunt dingen repareren en dan zijn ze nog heel lang grote gebroken. Nee, van het feit natuurlijk dat het ook een heleboel geld spaart als ze een keer gaat repareren. En ik heb ook begrepen van Theo, dat is zeker ook een bedoeling hier van dit repaircafé, dat mensen gewoon ook binnen kunnen lopen van een tras koffie. En nu is er deze keer is er nog een chief cake bij. Ja. Verwacht de volgende keer, dat zal er wel weer gedaan zijn, want het repaircafé weet je altijd wel mensen te verrassen. De start, even een klein opening. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, ze hebben alleen maar gezegd, hou op de knoep. Daar zit allerhande kennis hebben we in huis.
elektronisch, technisch, computers. Ja. Ja. En dat heb je ook wel nodig. Want en natuurlijk, niet alles kan zal gerepareerd kunnen worden. Dat is dan jammer. Ik heb hem geprobeerd los te snijden. Dat is toch niet meer zo makkelijk, hè? En Apple heeft ook blijkbaar niet de moeite gedaan om het te laten repareren. Nee, dat klopt, joh. Maar ik heb ook alles afgelopen en zo. Dus het ja. was echt het laatste. Nee, ik hou dus, ermee op. Omdat hij dus nou ook gebarsten is. Ja, dan kan er toch niks meer mee. Nee, jammer. Ja. Alles wat wel gerepareerd kan worden, proberen we ook te repareren. Moet er een onderdeel besteld worden, dan kunnen we op de computer gelijk kijken welk onderdeel is dat en wat kost dat. En als de persoon die het aanbiedt zegt van ja, ik wil die 50 euro er wel voor kwijt, dan bestellen we het gelijk. En de volgende keer wordt het erin gezet. Nou, wat ik voor, dat weet ik nog niet, maar het waterpompje werkte niet meer. Dus ik had het idee dat het misschien in de trafo zat voor het voltage te regelen. En wat is de conclusie? De conclusie denk ik dat er vocht in de pomp gezeten heeft en dat hij vast is gaan zitten. Maar we zullen eens even verder gaan proberen. Het neveneffect van dit gebeuren is ook nog eens dat we een sociaal gebeuren hebben ingebouwd. Wij willen de mensen in ieder geval voorzien van een kopje koffie en we willen ze met elkaar in gesprek laten komen. Zodat ook mensen die misschien niks aan te bieden hebben, hier ook gewoon binnen kunnen lopen om een kopje koffie te komen drinken. En wij vinden dat dat ook moet kunnen in deze tijd. Er zijn zoveel mensen die zitten te verpieteren, die zijn eenzaam en die willen toch een keer lekker een gesprekje hebben. Nou, hier kan dat, ook als je niets te repareren hebt. Oh, dan ook, dan kun je ook binnenlopen. Ja, dan kun je gewoon binnenlopen, ja, geen probleem. Een treintje van Lego, die deed het niet meer. Mijn zoon heeft die is nu 34. En die hebben als kleine kinderen samen met zijn zusjes ermee gespeeld. Maar ik heb nu een kleinzoon van bijna 4. Die vindt het ook heel leuk om te spelen, maar het treintje deed het niet meer. Dus ik denk, ga naar een repaircafé, ga eens even laten kijken. En hij doet het weer. Kijk. Op de trekker bracht YouTuber Calvijn een bezoek aan Helden in zijn zoektocht naar het leukste dorp van Nederland. Op het Mariaplein werd de YouTuber opgevangen door tientallen kinderen. Nou ja, warm onthaal heb ik gemerkt, toch? Zijn jullie, vinden jullie het leuk dat ik er ben of niet? Ja! Nou. Op de trekker. Op de trekker. Maar weet je waar ik helemaal vandaan ben gereden? Ja, van het zuiden of noordelijkste puntje. Ja, dat klopt, ja. Vertel er eens over. Wat ben je aan het doen? Nou, het leek me gewoon grappig om een keer van het noordelijkste puntje van Nederland naar het zuidelijkste puntje van Nederland te gaan. Maar als je dat dan in een normale auto doet, ja, dat is niet zo spannend, weet je wel. En mijn vader is boer. Dus dan dacht ik, misschien moet ik het een keer op een trekker proberen. Nou, dat ben ik aan het doen. En ook Helden hoort bij die route? Ja, dat klopt. We hebben een aantal dorpen uitgekozen die op die route lagen. Want je kan natuurlijk niet over de snelweg. Dus je moet via allemaal weggetjes. Ja, dan kom je in allemaal dorpen terecht. En daar hebben we er een paar van uitgekozen. Waaronder dus Helden. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Maar ik vind het rete gezellig. Ja, schoenen best. Maar ik vind het leuke grappen en schoenen editen. Maar leuke video's. Ja. Ja, het is super leuk. We staan hier al vanaf 9 uur 's ochtends. We konden niet uitslapen, maar ja, we zijn fan, dus daar doe je alles voor. Waarom is hij zo leuk? Ja, hij maakt zo'n leuke video's en mensen zeggen ook dat hij in het echt superleuk is en dat zien we nu ook. Dus. Iemand stuurde een foto naar mij, ik was gelijk helemaal hyper, ik was helemaal blij. En toen, ik was om 9:15 hier, ik zou om 9:30 hier aankomen. Toen zag ik op zijn verhaal dat hij om 11:00 hier was, hebben we hier gewacht, toen kwam hij er. En je voorhoofd gaat volgens mij niet gewassen worden? Nee. Maar Helden maakt dus ook nog kans om als leukste dorp gekozen te worden. Ja, ik heb de drie dorpen. Jullie zijn het laatste dorp. De drie dorpen waar ik geweest ben. Daarvoor ga ik uiteindelijk aan het eind van de video zeggen welk dorp ik dan het leukste vond. Dus hey, ik hou het nog even voor mezelf. Maar je gaat het op YouTube, ga je het zien. Ja, Helden is gewoon fantastisch met alle feestdagen. En ja, ik kan het gewoon niet haat eigenlijk. Omdat er veel activiteiten zijn te doen en het gewoon ja. Het beste, veel feestjes en gewoon gezellig. Gewoon het beste door. Ja, je hoorde. Ja, ik hoor het, ja. Dit zijn goede argumenten. Die ga ik meenemen. En nu op weg naar? Nu op weg naar onder. Naar het zuidelijkste puntje van Nederland. Klein Kuttingen? Ja, Klein Kuttingen. Ja, ik schaam me nog een beetje voor om het te zeggen, maar zo heet het toch echt, Klein Kuttingen. Veel succes op de trekker. Ja, dankjewel. Het gaat zeker lukken. Thank you.
Na ruim 2 jaar uitzendingen online te hebben verzorgd, wilde Gerrit Hille uit Reuver graag zien wie de luisteraars zijn van Jukebox Time. En daarom organiseerde hij zondag het eerste Jukebox Time treffen. Het werd druk bezocht. Oh, dit is toch geweldig. En de zon schijnt nog. Een zonovergoten dag hebben we. En veel meer mensen gekomen als we dag hebben. Nou, ik ben geroerd. Ik heb er geen woorden voor. Dit is gewoon geweldig. Jukebox Time ontstond in de lockdown van de eerste coronagolf in 2020. Als steuntje in de rug draaide Gerrit platen in zijn jukebox voor zijn volgers. 99% heb ik nooit gezien. Er zijn mensen uit Volendam hier. Er zijn de Barneveld zijn er hier. Uit mensen die oorspronkelijk wel helden komen. Uit Oldenbroek zijn hier. Het ligt in de Veluwe. Er zijn van heinde en verre gekomen. Dat kun je toch zien. Mijn motto was muziek. Verblijd, muziek verbindt. En dat is hier wel duidelijk te zien. De mensen komen hier, ja, ik heb er je woorden voor. Anneke Haanschoten uit Barneveld is een van die luisteraars. Ze kwam zondag speciaal voor het treffen naar Reuver. Sinds 1,5 jaar luister ik dus mee. En en dan denk je, ach, ik luister een keer. Maar ja, dat een keertje blijven luisteren is blijven hangen. En het is gewoon kippenvel dit gebeuren, want mensen die nu allemaal bij elkaar zijn en een gezicht hebben gekregen. En dat we dus al zoveel lief en leed ook onderling met elkaar verdelen. Hoeveel mensen zijn er ongeveer nu? Ik denk dat er, ik had gedacht 85, ik denk dat er 200 zijn. Ja, echt wel. Ik denk gewoon meer als het dubbele. Ik weet niet, want ze blijven met stoelen en tafels en het schuiven, dus En je draait gewoon nog plaatjes uit de jukebox. Jukebox, hè? Ja. Hoor eens, wat een klassieker, hè? La comparsa, ZZ en de maskers. Heeft u ook steun door gekregen door de uitzending? Ja, als jij, het helpt je echt door de periode heen. Naast mijn geloof, maar is een hele mooie opvulling daarnaast. Ze moeten ook, ze weten ook van 7 tot 8:30, 9 uur moeten ze gewoon niet. Niet bij bellen of whatever, want dan is jukebox time. Dan ben ik met mijn vriendengroep op jukebox bezig. En dat is echt fantastisch. Dit is zo mooi, zo warm, dat je met elkaar het zo kunt. Dat is, ik kan niet beschrijven wat het is. Het was het jukebox time nummer. Het zonzieke doekje, het golvenje. En het geef je mij nou. Het geef je mij nou, het zonstige doel. Hoe, wat heeft dat voor u betekend, die uitzendingen? Ik wil iedere avond zien dat we bij de radio, bij de dingen zoeten, bij de iPad. En te kijken, de muziek. Oh, je muziek van onze tijd. Herinneringen ophalen. Heerlijk, van vroeger. Oh, de nostalgie, hè, ik heb dat truc, wie de jong was. Heeft het ook door de coronatijd geholpen? Ja. Is belangrijk geweest? Vind ik wel, heel erg. Dat vrolijk ik op, hè. Gezellig, kei gezellig. Begin je een trouwe. Ja, je moet ervan lachen. Ja, het zit in de familie bij ons te lachen. Ik kom uit een lachende familie. Je kunt beter lachen dan huilen, toch? Dat is ook zo. En dit is wel ongekend, maar als je dan hoort nu de verhalen, hoe goed dat de mensen doet en ook gedaan heeft. En je ziet de opkomst, dat ze denken van, we gaan even naar Gerrit toe, die heeft altijd moeite voor ons genomen. Nou nemen wij de moeite om naar Gerrit toe te gaan. Ja, dit is gewoon, ik bedoel, ja, hoe mooier kun je het hebben. En nu gaan we dansen weer, hè. Dan mogen het weer. Veel plezier. Ja, dankjewel. En dansend sluiten we deze Rondje Regio af. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en tot volgende week.